Hoi, leuk dat je weer kijkt naar Geschiedenis TV. Mijn naam is Tom van Rondellen en vandaag neem ik jullie mee in een nieuwe serie, namelijk over de ontdekkingsreizen. En we beginnen met de Nederlandse ontdekkingsreizen. Ik zal straks eerst algemeen iets vertellen over de motieven waarom men op ontdekkingsreis ging. Vervolgens twee reizen behandelen, namelijk de een via het noorden naar Indië en de ander via het zuiden naar Indië. Maar allereerst de motieven. Want wat is nou de reden waarom je op een ontdekkingsreis gaat? Oftewel wat is het motief? Nou, er zijn er eigenlijk vier die ik met jullie wil behandelen. De eerste is het zoeken naar nieuwe handelsroutes. Wat speelt er in Europa aan het eind van de 15e, 16e eeuw? Het volgende: tussen Spanje en het Ottomaanse Rijk is een strijd gaande. Eh, dat heeft ermee te maken wie de meeste macht in het Middellandse Zeegebied krijgt. Maar daardoor wordt ook de handelsroute geblokkeerd die de Europeanen gebruikten om specerijen uit Azië te krijgen. Dat gebeurde namelijk allemaal via land, via handelskaravanen. maar dat is nu niet meer mogelijk. En daarom moet er gezocht worden naar een nieuwe route en die ligt dan over zee. En op die manier kunnen ze dan toch de specerijen en luxe producten krijgen die ze graag willen en hun eigen producten weer verkopen. Dus daarom is een motief om op reis te gaan om een nieuwe handelsroute te vinden en ook eigenlijk te maken. De tweede... Is het verspreiden van het geloof. Uh, het, een van de belangrijkste dingen in het leven van de mensen aan het begin van de vroegmoderne tijd was het geloof. Uiteindelijk leefde je om te genieten op aarde, maar ook wel om terecht te komen in uh, nou, het paradijs. En een, als een van hun taak zagen ze dan ook om het geloof te verspreiden. En op deze afbeelding zie je dat eigenlijk ook heel, heel goed terug. Je ziet namelijk de landing van Columbus in Amerika. En dan valt op dat achter Columbus uh, er een kruis geplant wordt. Dus gelijk wordt duidelijk gemaakt: hè, het christelijke geloof is belangrijk, dat planten we hier en verspreiden we onder de inheemse bevolking. Daarnaast geeft deze afbeelding ook nog een ander motief weer: namelijk het vergaren van rijkdom. Wat namelijk heel erg opvalt, is dat de inheemse bevolking Columbus gelijk overlaat met cadeaus, met dure producten, met goud en zilver, hetgeen waar hij naar op zoek was. En eh, dat toont ook wel aan dat ze dus graag rijkdom wilden vergaren. Ze gingen niet alleen maar op pad omdat het leuk was om iets te ontdekken, ze wilden er natuurlijk ook iets aan verdienen. En ze hoorden dat er zowel in Afrika, Azië als in Zuid-Amerika geld te halen valt, of goud te halen valt, of zilver te halen valt. En dat wilden ze graag gaan halen. Dus ook het vergaren van rijkdom was zo'n reden om op ontdekkingsreis te gaan. En tot slot, ook het avontuur. Mensen hadden eigenlijk best wel een saai leven, zo aan het eind van de middeleeuwen, begin van de vroegmoderne tijd. En ja, dan wil je wel eens wat anders. En... Op ontdekkingsreis gaan is één groot avontuur. Je weet namelijk niet hoe lang je op zee zit. Je weet ook niet dat als je aan land komt, hoe het daar is. Of is het daar gevaarlijk, is het daar vriendelijk. En je hoopt eigenlijk alleen maar dat je het kan overleven. Maar overleef je het, dan maak je natuurlijk wel een waanzinnig avontuur mee. Dus ook dat is een motief om op reis te gaan. Dat over het algemeen. Nu de stap naar de Nederlanders. Nederland was natuurlijk in opstand uh, met Spanje in de 16e eeuw, want ze waren het niet eens met het beleid van Philips II. Um, op dat moment is Portugal eigenlijk een van de belangrijkste handelslanden, uh, handelsplekken van Europa. En daar komt namelijk de handel van het zuiden en van het noorden bijeen. En eigenlijk ook tot die tijd de handel vanuit het oosten, vanuit Indië. Maar in 1580 wordt Philips II leider van Portugal. Dat betekent niet direct dat de handel minder wordt, maar dat betekent wel dat er een probleem ontstaat voor de Hollanders. Want wat is er aan de hand? Als je in opstand bent met de heerser. Dan kun je natuurlijk moeilijk daar je schepen aanleggen om toch te gaan handelen. Dus eigenlijk ontstaat er een soort handelsverbod voor de Nederlanders in Portugal. En zie je ziet ook dat vanuit Portugal en Spanje heel veel expedities vertrokken. Dus het is ook niet zo gek dat daar het handelscentrum was. Daar moet natuurlijk een oplossing voor gevonden worden. De Nederlanders willen namelijk nog wel hun spannende of luxe producten hebben, maar kunnen dat niet meer zomaar bij Portugal vinden. En ze kunnen ook niet zomaar langs Portugal varen. We hebben ze wel geprobeerd, daarover laten we meer. Maar er moet dus een andere weg gevonden worden naar Indië om toch aan je producten te komen. En daarom beginnen ze in 1594 met ontdekkingsreizen via het noorden naar Indië. Ze denken namelijk dat als je via het zuiden kan, dan kan je ook via het noorden langs al het land. En dan moet je daar terechtkomen. Maar de eerste ontdekkingsreis strand. De tweede ontdekkingsreis stond ook. En uiteindelijk in 1596 probeert Willem Barens probeert ook via het noorden naar Indië te komen. En Willem Barens heeft. Dan een schip bij zich, die heeft bemanning bij zich. En die varen totdat ze op een gegeven moment vast komen te zitten in het ijs. Het is natuurlijk heel koud in het noorden. En daarom eh, nou ja, blijft dat schip op een gegeven moment vastzitten. Kunnen ze niet verder varen. Sterker nog, ze moeten overwinteren. En dat doen ze op het eiland Nova Zembla. En eh, ze bouwen daar een hut van de restanten van hun schip. Uh, soms is dat helemaal ingesneld, kunnen ze alleen maar via het dak of via de schoorsteen wegkomen. Ze eten daar ijsberen, ze eten daar wilde dieren om te kunnen overleven. En pas in de lente van 1597 weten ze eigenlijk daaruit te ontsnappen. Maken ze van nou, allemaal aangespoeld hout en rotzooi, maken ze sloepen, kleine bootjes, waarmee ze eigenlijk terugvaren naar de Nederlanden en uh, daar uiteindelijk ook aankomen. En tot de conclusie komen dat via het noorden naar Indië niet mogelijk is. Willem Barends overleefde dit niet en daarom hebben ze uiteindelijk ook voor hem de zee rond Nova Zembla de Barendszee genoemd. Dus nog steeds is een stukje van de wereld vernoemd naar een beroemde ontdekkingsreiziger uit de Nederlanden. Komt alleen wel het punt dat ze dus nog steeds geen handelsroute hebben. Nou, eigenlijk tegelijkertijd met die reis naar het noorden zijn ze ook gaan proberen om toch via het zuiden te gaan. En in 1594 vaart Cornelis de Houtman, die zien we hier op de afbeelding, met vier schepen zwaar beladen uit de haven van Amsterdam richting uh, het zuiden. En ze weten de schepen van de Spaanse en de Portugese vloot te omzeilen. En uiteindelijk weten ze zonder al te veel probleem in Kaap de Goede Hoop aan te komen. En Kaap de Goede Hoop ligt in het zuiden van Afrika, in Zuid huidige Zuid-Afrika. En um, nou, dit schilderij is daarover gemaakt. Dat ze eigenlijk aankomen bij een stel barbaren. Dat is niet heel goed getekend natuurlijk of geschilderd. Maar Kaap de Goede Hoop, tot die tijd ging het eigenlijk allemaal goed. En bij Kaap de Goede Hoop halen ze verse producten aan boord, vers water, zodat ze het kunnen overleven. En vanaf daar gaan ze hun reis vervolgen richting de oost. En dan gaat het eigenlijk best wel mis. Ze komen namelijk terecht in een storm, dobberen een tijd op het water, totdat ze aankomen op Madagaskar. Ook daar weten ze dan weer verse producten te halen en uiteindelijk hun reis te vervolgen... En vervolgens gaat die reis nog steeds niet heel soepel. Veel stormen, een ruwe zee. Maar uiteindelijk weten ze Azië te bereiken. En dit scheepje geeft het al aan. Dan komen ze aan op het eiland Sumatra. En vanaf Sumatra gaan ze nog verder reizen. Want uiteindelijk willen ze graag naar Java. En in Java eh, komen ze aan in de handelspost Bantam. Dat is van de Portugezen. Dus eigenlijk mochten ze daar niet komen. De Portugezen waren er helemaal niet zo blij mee. Eh, maar de Nederlanders, of de Hollanders, weten toch... Aan te meren aan het land en handel te gaan drijven met de inheemse bevolking. En dan weten ze dus ook om nou, luxe producten mee te nemen, specerijen mee te nemen. En uiteindelijk keren ze al na 2,5 jaar weer terug in de haven van Amsterdam. En een veel kleinere bemanning. Een groot gedeelte is op zee in het water gegooid en heeft een zeemansgraf gekregen, omdat ze het niet overleefd hebben. Maar uiteindelijk komen dus wel rond de 160 bemanningsleden aan. En uh, is de route naar de Oost gevonden. En vanaf dat moment gaan zij ook steeds een grotere rol spelen in die handel met de Oost. Eh, totdat eh, later, één eh, of twee eeuwen later, de VOC opgericht wordt en daar echt een handelsmonopolie gaan krijgen. Maar daarover hebben we het later meer. Wat hebben we gezien? We hebben gezien dat er verschillende redenen, verschillende motieven waren om op reis te gaan, namelijk handelsroutes vinden of handel eh, gaan voeren. Uh, het geloof verspreiden, rijkdom vergaren en gewoon puur voor een avontuur. En dat is wel dus heel algemeen. De Nederlanders die starten aan het eind van de 16e eeuw, in 1594, met de ontdekkingsreizen. En dat heeft ook te maken met met name de handel. Ze moeten namelijk een handelsroute vinden. En uh, dat heeft er alles mee te maken dat Portugal onderdeel wordt van het Spaanse Rijk, waar de Hollanders dan weer mee in opstand zijn. Nou, ze proberen het via het noorden, maar tot drie keer toe gaat het mis. En die derde keer strandt de bemanning. Van Willem Barends uh, op Nova Zembla. En ze weten te nauwe nood het te overleven. En in de lente het jaar erop terug te keren naar de Nederlanden. Zonder Willem Barends die is overleden. Via het zuiden proberen ze ook. En dat heeft meer succes. Weliswaar levert het wat problemen op bij Kaap de Goede Hoop. Maar na 2,5 jaar komen ze uiteindelijk terug in Amsterdam. Hebben ze allerlei luxe producten, specerijen en dergelijke bij zich. En is de route naar de Oost gevonden. Waarom is dit nou belangrijk? Dit is belangrijk omdat we hier eigenlijk een oorzaak zien waarom Nederland uiteindelijk een hele belangrijke rol gaat spelen in de wereldhandel. Sterker nog, het wordt op een gegeven moment de belangrijkste speler op de wereldhandel, of op de wereldmarkt. En daarnaast uh, heeft dit ook heel veel invloed gehad op de groei van Amsterdam. Amsterdam was eigenlijk niet zo'n hele bijzondere plaats totdat in 1585. Uh, Antwerpen, de handelsplek van die tijd in het noorden van, de, van Europa. Uh, in handen kwam van Philips. Heel veel Calvinistische handelaren, uh, protestantse handelaren, vluchten naar Amsterdam, bouwen daar hun netwerk uit. En Amsterdam wordt dan op een gegeven moment echt uh, nou, een van de allerbelangrijkste steden voor de wereldhandel. En daarover gaan we het dus ook later hebben. Nou, bedankt voor het kijken. Heb je nog een vraag? Zet hem onder het filmpje. En uh, nou, tot de volgende keer in deze serie over de ontdekkingsreizen en Nederland. Doei!